Dit design pattern heet Observer. En zoals gewoonlijk schets ik weer eerst een probleemsituatie, waarin een observer gebruikt kan worden om het op te lossen. Gegeven een vliegtuig met een cockpit. En het vliegtuig heeft een snelheid en die wordt in die cockpit stel op verschillende manieren wordt die weergegeven. En bijvoorbeeld met zo'n mooi rond metertje wordt die weergegeven, die snelheid. Met een soort digitale uitlezing. En met zo'n soort voorstelling wordt de snelheid weergegeven. Stel op drie verschillende manieren. Natuurlijk is er maar één snelheid ergens. Er is één snelheid. En die moet bij alle drie overeenkomen. En als de snelheid verandert van het vliegtuig, dan moeten ze alle drie moeten ze de juiste snelheid moeten ze krijgen. Ja. De snelheid, als die verandert, dan moeten de meters worden aangepast. Je wilt niet dat de snelheid afhankelijk is van de verschillende metertjes. De snelheid is gewoon een ding op zich en die moet niet afhankelijk zijn van de manier zoals die wordt voorgesteld, in dit geval in de cockpit. Dat wil je niet. Je wil ook niet dat die meters van elkaar afhankelijk zijn. Dat wil je ook niet. Ze moeten onafhankelijk van elkaar zijn, die meters. Zodat je er eentje kan weglaten zonder dat de ander daar iets van merkt. Ja, en dat is een beetje het probleem wat we willen oplossen. We willen objectenklassen op elkaar afstemmen, snelheid, met die meters bijvoorbeeld, zonder dat ze afhankelijk zijn van elkaar. Dat willen we eigenlijk. Om dat voor elkaar te krijgen, kunnen we straks dus observer gebruiken. Dus wat willen we eigenlijk dat die observer doet? Het volgende. Stel dus ergens in je programmaatje heb je een klasse snelheid, die de waarde weer, die een functie heeft die de waarde teruglevert. Je wilt nu het volgende, dat als die snelheid verandert, als een object van deze klasse als die verandert, dat die andere meters een signaaltje krijgen van snelheid, dat die is veranderd. Dat wordt hier weergegeven met die groene pijltjes, het update. Dus als het object van deze klasse verandert qua waarden, dan wordt er een update gegeven naar alle metertjes en wordt gezegd van let op, ik ben veranderd. Let op, ik ben veranderd. Let op, ik ben veranderd. Alleen dat, meer niet. Daarna is het de bedoeling dat die metertjes vervolgens de waarde ophalen uit snelheid. Die haalt zijn waarde op, die haalt zijn waarde op en die haalt zijn waarde op. Dat is de bedoeling. Hetzelfde, min of meer hetzelfde moment. En zo zorg je ervoor dat als de snelheid verandert, dat alle drie de meters de juiste waarde aangeven. Want alle drie halen ze de goede waarde meteen op. Dat is de bedoeling. Die snelheid moet onafhankelijk zijn van die meters. Die snelheid moet niet weten van het bestaan van deze drie meters. Moet er onafhankelijk van zijn. Hoewel die wel een soort update moet geven. Ja? Moet die toch daar onafhankelijk van zijn. En die meters moeten ook onafhankelijk van elkaar zijn. Dat is de bedoeling. Dat is het probleem. En we gaan nu kijken hoe een observer dat probleem oplost. Hier staat het begin van het klassenmodel. Hier staat de klasse snelheid. Ja, dus ik ga hier de constructie van die observer ga ik hier uitleggen. Hier staat de snelheidsklasse. De snelheid heeft een waarde, bijvoorbeeld een vlootje. En deze twee voor de hand liggende operaties, namelijk een functie of operatie stel in, die als parameter een vlootje krijgt en daarmee de waarde aanpast hier. En dus de waarde wordt s. En een functie of waarde die de waarde teruglevert. Nou, dit is min of meer een flauwe klasse. Hè? Om hier een observer van te maken, dan is het eerste wat we doen, is deze klasse, om die een lijst of een set of wat dan ook te geven van observers. Hier staat een sterretje, betekent meerdere. Een snelheidsobject heeft dus een lijst of een set van observers. En dit is een interface, kijk. Dus hier kun je geen objecten van aanmaken. Maar hij is wel een functie update. Die functie update die kun je gebruiken hier vanuit. Wat is nou de bedoeling? Uiteindelijk moeten we meters gaan maken.
En analoge meters en digitale meters, dat zijn de meters die we in dit geval nodig hebben. En dat worden dan de observers van die snelheid. Dus dit zijn twee implementaties van observer. Het doel van alle twee die meters is om de waarde van de snelheid weer te geven. Hoe wordt dat nou gedaan? Nou, daarvoor moeten natuurlijk eerst zeg maar, twee soort onderhoudsoperaties worden toegevoegd aan snelheid. Een soort insert operatie die een object van observer toevoegt aan de lijst of set. Dus hiermee zet je gewoon een nieuwe observer in de lijst. En een operatie remove die een observer uit de lijst kan verwijderen. En dit zijn gewoon noodzakelijke onderhoudsoperaties om een lijst te kunnen gebruiken voor snelheid. En dus deze operaties die bieden nog niet zeg maar, de oplossing die gevraagd wordt hiervan. Dat gaan we nu bekijken hoe dat werkt. Maar die zijn gewoon nodig, die blauwe operaties, om die meters in die lijst te krijgen. Hier in deze functie, stel in float s, daarin wordt de waarde wordt veranderd van de snelheid. Op dat moment hier, dat de waarde wordt veranderd, dan is het de bedoeling om die observers die erin zitten, om die daarvan op de hoogte te brengen. Kijk, dit is een lijst van observers. Hè, dus die lijst van observers die je hier hebt, die moet doorlopen worden. He, dus moet er wat gebeuren hier. Hier wil je op dit moment hier precies naar waarde wordt s, daar wil je dat alle observers een melding krijgen, let op, ik ben veranderd. En dat gaat met de operatie notify. Ja, dat gaat met de operatie notify. De operatie notify, die zit in de klasse snelheid zelf. En wat doet die operatie notify? Die loopt door alle objecten heen die in L zitten. En dat heb ik hier op een alternatieve manier opgeschreven. For all x in L, dat is een wat ouderwetse notatie. Je kan dus dit zien als een voorlusje. Voor iedere x in die lijst L hier, daarvan roep ik aan de operatie update. X pijltje update. Dus ieder object in die lijst hier loop ik hier door in dit algoritme. En daar roep ik de functie update van aan. Ja, en dat doet dus de functie. Notify doet dat dus. En die roep ik hier aan. Hier. Nadat de waarde veranderd is van snelheid, roep ik deze functie aan. Dus, als de waarde wordt veranderd van snelheid, en dat gebeurt hier, wordt automatisch notify aangeroepen, waardoor alle objecten die in deze lijst zitten, de functie update wordt aangeroepen daarvan. Ja, en wat kan er in die lijst zitten? Daar kan een analoge meter in zitten, daar kan een digitale meter zitten, er kan nog een digitale meter in zitten. Dus allerlei meters kunnen erin zitten, allerlei objecten kunnen erin zitten van deze twee klassen. En allemaal hebben ze de functie update geïmplementeerd. Nu staat hier stel in. Hier wordt de waarde veranderd, waarde wordt s, dus ik moet notify gebruiken. Die notify moet de programmeur dus zelf aanbrengen om ervoor te zorgen dat het mechanisme gaat werken. Dit mechanisme. Dat alle objecten in de lijst L een update krijgen. Door deze operatie. In dit geval hier, in snelheid nu, is er maar één functie waarin de waarde van snelheid wordt veranderd. Dat is namelijk is de enige functie. In dit speciale voorbeeld. In het algemeen kunnen er natuurlijk meerdere functies zijn waar die waarde wordt aangepast. Nou ja, de programmeur moet ervoor zorgen natuurlijk dat op die momenten dat het nodig is om de waarde te updaten, in die functies steeds een notify wordt aangeroepen. Oké, maar we zijn nog niet klaar. Want nu hebben we voor elkaar dat als de waarde verandert van die snelheid, dat notify wordt aangeroepen en dus alle objecten in die lijst, update wordt aangeroepen.
Wat gebeurt er nu als inderdaad een update wordt aangeroepen van een analoge meter die daarin kan zitten? Nou ja, hier staat bijvoorbeeld dat, stel dat het een object is van digitale meter, dus stel dat op een gegeven moment hier een object in zit van digitale meter, dat kan, hè, want dat is een implementatie van deze interface. Dit. Dus een object van deze klasse kan hier zeg maar in zitten in die lijst. Als deze functie wordt aangeroepen, van digitale meter, nou ja, de bedoeling is natuurlijk dat die digitale meter de nieuwe waarde weergeeft in de interface van snelheid. Dan moet je wel even weten wat die nieuwe waarde is. Dus hier heb ik een link nodig naar de snelheid, die noem ik even S hier, waarvan die waarde wordt aangeroepen. Dus hier bepaal ik eerst float S wordt hoofdletter S waarde. Hier bepaal ik de waarde van de snelheid. En hier als voorbeeld zeg ik cout digitaal plus die S. Eigenlijk moet hier staan het speldje S. Dus ja, dus hier, deze update operatie moet eerst de waarde ophalen uit snelheid en die vervolgens netjes afdrukken. En ja, is het een analoge meter die erin zit in je lijst, dan moet die update ook zoiets doen, alleen dan op een net iets andere manier misschien, die heeft ook een pointer naar de snelheid, misschien op een iets andere manier, namelijk die maakt analoog van, die cout analoog plus die nieuwe waarde van die float. En zo zorg je er dus voor dat als hier de waarde wordt aangepast van de snelheid, dat meteen een notify wordt aangeroepen. Een notify die loopt de hele lijst van alle objecten langs die hierin zitten en roept van ieder object update aan. Wat voor objecten zitten hierin in die lijst? Nou, dat kunnen in dit geval zijn objecten van analoge meter, één of meerdere, nul of meerdere, en kunnen objecten zijn van digitale meter. Van ieder object wordt update aangeroepen en ieder object haalt zelf zijn waarde uit snelheid en doet er iets mee in de interface. En zo zie je dus dat die snelheid, omdat hij die interface gebruikt hier, weet u dus niet wat voor een soort objecten erin zitten. Want dit zijn implementaties van die interface. Objecten hiervan kun je hierin stoppen, maar die snelheid die weet alleen het bestaan van die interface. En die weet niet het bestaan van die meters. Dus als je later nieuwe soorten meters toevoegt hieraan, of overerft van observer, implementeert van een observer, dan merkt die snelheid daar niks van, die is onafhankelijk van. Het enige wat die snelheid dan krijgt, ja, is dat er een object bij komt in die lijst, die natuurlijk ook de functie update heeft. Dus die snelheid is onafhankelijk gemaakt hiervan de soorten meters die je eigenlijk in die lijst zet die op hem staat te kijken. Dat is de onafhankelijkheid die je wilde. Ja, dus je kan met gemak nieuwe meters erbij bedenken zonder dat die, en niet alleen bij bedenken maar ook maken en overerven zonder dat die snelheid daar iets van hoeft te merken. Die klasse, die merkt dat niet. Die blijft dus hetzelfde. Dus als die snelheid in een soort DLL zit, dan hoef je die DLL niet aan te passen. Op deze manier uitleggen hoe zo'n klassenmodel werkt, dat kan wel. Maar ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat op deze manier te begrijpen. Daarom heb ik ook voor de oplossing een sequentiediagram er nog naast gezet. Wat ook handig is om dat te onthouden. Om het nog eens uit te leggen met een sequentiediagram. Hier staat hetzelfde schemaatje als net, alleen iets kleiner. En hiernaast zal ik een sequentiediagram opschrijven van objecten van dit klassenmodel. Nou, we hebben hier wat voor klassen hebben we. We hebben snelheid, observer, analoge meter, digitale meter. Van een observer, kijk, observer is een interface. Daarvan kun je geen objecten aanmaken. Nee. Ja, analoge meter is een implementatie van observer. Daarvan natuurlijk wel. En van deze ook. Ja? Je moet het zo zien. Die lijst L van, of ZL, van observers. Dat zijn allemaal open plaatjes waar je objecten in kan stoppen van analoge meter of digitale meter. Of ook andere meters die je hiervan implementeert. Oké?
Of observers die je dan implementeert. Goed, nou. In het sequentiediagram moeten objecten staan. Hier moeten objecten komen te staan in het sequentiediagram. Nou ja, snelheid moeten we hebben natuurlijk als object. Analoge meter en digitale meter ook. Observer natuurlijk niet, want observer kun je geen objecten van aanmaken. Dus als voorbeeld neem ik nu één object van snelheid, één object van analoge meter, één object van digitale meter. In de praktijk kun je natuurlijk meerdere objecten hebben van bijvoorbeeld analoge meter. Dat je nog een lifeline hebt van het object van analoge meter, een andere object of een andere digitaal object. Dat kan ook nog. Je kan meerdere analoge meterobjecten hebben en je kan meerdere digitale meterobjecten kun je hebben. Ik heb er maar voor ieder één gekozen. Maar natuurlijk maar één object van snelheid. En wat die snelheid heeft dan, dat is het idee in dit voorbeeld, een lijst van meters in dit geval. Nou, hoe werkt het nu? Het begint natuurlijk met het aanroepen van de functie stel in van snelheid. Want in deze functie wordt de waarde wordt aangepast waarna het mechanisme gaat werken met die notify. Dus we beginnen met stel in. Dus hier komt als eerste te staan stel in 7. En die functie wordt hier uitgevoerd. En we nemen aan dat de snelheid 7 moet worden. Als deze functie wordt aangeroepen 7, dan krijgt de waarde hier de waarde 7. Leuk. Maar ook wordt de functie notify aangeroepen. En notify is ook een functie van die klasse zelf. Ja, dus notify moet hier ook worden aangeroepen. Maar omdat het een functie is van snelheid, krijg ik dat nu deze constructie moet ik dan tekenen. Dat levert weer een bandje levert het op. In dit geval heb ik hem rood getekend. Die over die andere heen loopt. Want ook notify is een functie van snelheid. Ik wil nog even in herinnering brengen wat het nou betekent, die functies hier. Als er een pijltje uitkomt bij een lifeline van een object, dan zit die functie in dat object waar het naar wijst. Dus snelheid heeft de functie stel in, snelheid heeft ook de functie notify, omdat de pijltjes bij dat object uitkomen. Goed, dus na stel in 7 wordt notify aangeroepen en die zit in het ding zelf. Wat doet notify? Kijk, notify. Wat doet notify? Dan gaan we hier naartoe. Notify doet dit. Loopt alle objecten langs in zijn lijst en van allemaal zegt hij update. Nou, ik heb twee objecten, dus van alle twee wordt update aangeroepen. Dus update van die wordt aangeroepen en ook update van die wordt aangeroepen. Ik heb ze maar even onder elkaar gezet, dat hoeft niet, maar voor het gemak. Van alle twee wordt update aangeroepen. Wat gebeurt er als een update wordt aangeroepen? Nou, bijvoorbeeld bij analoge meter hier, update, dan wordt eerst de waarde gehaald uit S, uit dat ding zelf hier, uit de snelheid zelf hier. Wordt eerst uit, dus hier wordt de functie waarde aangeroepen van snelheid. Dus hier krijgen we eerst een pijltje terug van de aanroep van de functie waarde. Die wordt in S gestopt. En dat levert weer een bandje op die over die heen ligt. Want waarde, deze functie, is ook een functie van snelheid. Hier wordt de waarde opgehaald. Ja, en dan moet die vervolgens worden afgedrukt. En ik neem even aan hier dat de functie print een functie is van de analoge meter zelf. Ja, dat is raar. Ik gebruik hier cout. Ik zou ook eigenlijk hier cout moeten gebruiken hier, cout. Maar ik noem het hier print, dus dat klopt niet helemaal. Hier staat print. Hier staat cout. Maar je zou kunnen zeggen dat beter dat hier print staat. Print analoog plus S, dat zou mooier zijn. En hier ook print digitaal plus S, dat zou mooier zijn. Oké. Nou ja, datzelfde geldt ook voor digitale meter. Eerst wordt de waarde opgehaald in snelheid. En vervolgens wordt die waarde hier S wordt afgedrukt met print. Dan moet hier weer print staan. In plaats van cout. Dit sequentiediagram, dat is zeg maar karakteristiek voor een observer. En dus als je een observer moet uitleggen, dan is het handig om zo'n sequentiediagram dat erbij te hebben en wat in je hoofd te printen. Zo werkt het. Nu we gezien hebben
wat voor soort problemen een observer kan oplossen. In een voorbeeld. Er volgt hier een soort gestructureerde beschrijving van de observer, zoals die ongeveer voorkomt in het boek van Gamma. Namelijk eerst een naam, observer, dan het doel, nou ja, in dit geval hopelijk dat duidelijk is. Dat is een of veel afhankelijkheid realiseren. Een of veel betekent, in het voorbeeld was dat van snelheid en meters. Een of veel afhankelijkheid realiseren tussen een object S en andere objecten, zodat S, die snelheid, en de andere objecten niet afhankelijk zijn van elkaar. En zodanig dat de andere objecten worden geüpdate bij een wijziging in S. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Probleemsituatie waarin dit toepasbaar is. Nou ja, als er onderscheid is in twee aspecten die ieder apart moeten kunnen wijzigen. Wat zijn die twee aspecten in dit geval, in dit voorbeeld? Nou ja, in dit voorbeeld was het, zeg maar, de snelheid die moet kunnen wijzigen. En je moet makkelijk nieuwe meters kunnen toevoegen zonder dat die snelheid daar iets vanaf weet. Dus je moet ieder apart moet je die kunnen, je moet de snelheid kunnen wijzigen en de meters kunnen wijzigen. Als door de wijziging van in het ene object alle andere zich moeten aanpassen. Nou, dat is duidelijk. Als de snelheid verandert, dan moeten alle anderen zich kunnen aanpassen daaraan. Als de ene klasse onafhankelijk moet zijn van de andere klasse. Dat is ook duidelijk ondertussen. In het boek van Gamma staat bij oplossing onder andere dit bekende schemaatje van een observer. En dit is nog een schemaatje dat stamt uit de tijd dat UML nog niet bestond. Daarom worden hier rare met dikke punten genomen en rare pijltjes. Goed, gevolgen. Dat heet broadcast communication. En notify kan worden gegeven terwijl onbekend is welk object het ontvangen. Kijk, je kan in die lijst kun je allerlei objecten zetten van allerlei afgeleide klassen van observer. En die snelheid in dit voorbeeld, die weet niet wat voor soort objecten er zijn. Ja? Observers worden automatisch geüpdate. Dat heet broadcast communication. Herbruikbaarheid. Subjecten kunnen worden hergebruikt zonder hergebruik van de observers. Subjecten en observers kunnen onafhankelijk van elkaar wijzigen. En nogmaals, het subject in dit geval is de snelheid in het voorbeeld. Observers zijn de meters. Je kan observers ook toevoegen zonder het subject en andere observers te veranderen. Ze zijn onafhankelijk van elkaar. Dat was een van de doelen ook, of een van de problemen. Ja, door deze constructie is er een abstract koppeling, heet dat, tussen subject en observers. Daarmee wordt bedoeld, subject heeft een lijst van, eigenlijk van interfaces. Ja, een interface is een abstracte klasse. En dat is dus, dat heet ook wel een abstracte koppeling tussen snelheid en observer. De observer is de interface. En omdat dat zo is, kun je subject en observer in verschillende lagen onderbrengen. We hebben nog geen lagenstructuur nog niet bestudeerd, dat doen we de volgende keer. Maar we kunnen alvast iets daarop vooruitlopen. Ik heb hier een lagenstructuur met drie lagen. Utility laag, domein laag, interface laag. Die temperatuur, want dit is een ander voorbeeld waarbij we niet te maken hebben met de snelheid, maar met temperatuur. Die temperatuur die is een implementatie van subject. Dit is de klasse met de lijst van observers erin. En hier staan dan de meters in, de implementaties van observer. En omdat die abstracte koppeling hier zit, kun je de observers kun je in deze laag stoppen. En de subjecten kun je in deze laag stoppen. Dus een observer, daarmee kun je ook die kun je dus helemaal goed toepassen in een lagenstructuur. Nu dus een voorbeeld. Observer wordt ook vaak als framework gebruikt. Een framework is een stuk software dat gebouwd is en gecompileerd is en klaar is
dat gebruikt kan worden in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld in een stuk software, als je daar die observer wil toepassen, dan kun je alvast de klasse subject kan je van tevoren maken, waarin die onderhoudsoperaties zitten, insert en remove, en waarin ook de functie notify alvast in zit. En dan kun je dat framework kun je opslaan in een soort library, die kun je iedere keer weer gebruiken als je de observer wil toepassen voor een klasse. Bijvoorbeeld, stel ik heb de klasse snelheid en dat is net, en ik wil dat die klasse snelheid geobserveerd wordt door een aantal observers. Nou ja, dan hoef ik alleen maar deze subjectklasse te overerven en dan heb ik de beschikking over deze voorgeprogrammeerde functies, insert, remove, notify. Die zitten dan automatisch ook hierin, hè? Want je weet hopelijk, bij overerving zit alles wat hierin zit en aan zit ook hierin en aan snelheid. Goed, snelheid moet van de snelheid zijn, die heeft dus een waarde en het zijn specifieke functies. Deze zit er automatisch al in. Alleen overerven is nog net niet genoeg voor snelheid, zoals je weet, hoop ik. Want kijk, je moet als programmeur nog steeds aangeven in iedere functie van snelheid waar de waarde in verandert, dat notify moet worden aangeroepen. Dat is nog het enige wat je moet doen hier in snelheid. Kijk, notify zelf is klaar, dat zit in het framework, mooi, kun je gebruiken, maar je moet hem wel even op de juiste momenten aanroepen. Bijvoorbeeld in deze functie stel in, hier staat waarde wordt s, hier wordt de waarde veranderd, dus hier moet notify volgen. Notify. Dat moet de programmeur nog zelf doen. Maar ja, dat is toch wat minder dan net, want net moest je ook nog deze drie zelf programmeren. Maar die krijg je nu gewoon, die zie je al standaard in. Dat is wel handig in zo'n framework. De subject heeft ook, zoals je ziet hier, een lijst van observers erin. Dat moet ook, want het is een observer, dus hij moet een lijst van observers hebben met de functie update. Dat is hier ook zo. Deze pijl terug, dat is S. Dat geeft aan dat een observer ook het subject moet kunnen benaderen. Hier kom ik straks nog even op terug. TSS, waarom die hier zit. Goed, we hebben nu een snelheid hebben we gemaakt. Als subject. We moeten nog de concrete observers maken. Ofwel, de meters moeten we gaan definiëren. Nou ja, dat doen we door deze interface te implementeren. Analoge meter. Met natuurlijk de implementatie van update. Zelfs als net. En de digitale meter. Moet ook worden geïmplementeerd. Alle twee moeten worden geïmplementeerd. Ja, en je moet hiermee deze interface implementeren op de manier zoals je dat wilt. Ja, dus deze interface die is er al. Die hoef je alleen nog maar even te implementeren hier. En die heb je nieuwe meter gemaakt. Je moet natuurlijk nog steeds wel de update functie moet je nog steeds wel programmeren natuurlijk. Dat mag wel duidelijk zijn. In het schemaatje van net, waarmee we begonnen zijn, met het probleem. Liep er zat er een link, een associatie tussen analoge meter en snelheid. En tussen digitale meter en snelheid. Dat was natuurlijk, de reden daarvan was, omdat je in de update functie hier de snelheid moet weten. En die moet je, ja, hoe kom je aan de snelheid hier in update? Door in snelheid te kijken wat die is. Dus dat doe je hier. Dat deden we net ook, alleen zat hier net de associatie in hier. En hetzelfde geldt voor digitale meter. Je verwacht hier ook een associatie, namelijk om de snelheid om erbij te kunnen. Je zit er niet in. Maar dat heb ik hier op een andere manier opgelost. Dat zie je vaak in die frameworks om het nog wat flexibeler te maken. Deze link of deze associaties die hier tussen gezet zou moeten worden en hier tussen gezet zou moeten worden, tussen digitale meter en snelheid, die heb ik verplaatst naar boven tussen observer en subject. En door dat te doen, heb ik automatisch voor iedere afgeleide klasse die al standaard erin gezet. En dat is handig. En dan hoef je dat dus niet zelf te doen. Als je zelf een analoge meter of een digitale meter definieert als implementatie van de interface, hoef je nu dus niet meer deze associatie erin te zetten tussen analoge meter en snelheid
en digitale metersnelheid, omdat die er al standaard in zit van hier naar daar. Dat is alleen maar handig. Ja, die kan je gewoon meteen gebruiken hier. Float S wordt S-waarde. En deze S, dat is deze S. Maar je ziet er toch nog wel een paar probleempjes aan. Ja, dus zo zou het kunnen werken in theorie, zeg maar. Maar toch is er nog even iets wat een addertje onder het gras zit hier. Want ten eerste, kijk, die S hier is een soort attribuutje, kun je zeggen, van die observer. Die observer heeft dus een attribuut. En daarmee is het al geen zuivere interface meer. Maar oké, nog los daarvan. Die observer heeft dus een attribuutje met hoofdletter S. En die S die stelt voor het subject. En dat kan de snelheid zijn. De snelheid is een afgeleide van het subject. Dus in plaats van een subject kan er een snelheid in zitten. Dat zou kunnen. Maar die S die is normaal gesproken wel private hier. Daar kun je niet bij hier. Normaal gesproken, als die S die private is. Ja? In C++ heb je dan nog in plaats van de private toegangsmogelijkheid, ook nog de protected toegangsmogelijkheid. Je zou die S ook protected kunnen maken. En nog beter, vind ik, hier een functie inzetten die protected is. He, dus dat die S private is en dat je een functie hierin zet die S retourneert, maar dat die functie zelf protected is, zodat je die protected functie wel kan gebruiken in afgeleide klassen. Dat is de betere oplossing. Zo heb ik het later geprogrammeerd. Dat is het eerste puntje wat moeilijk is hier met die S-waarde hier. Het tweede punt is ook heel belangrijk. Waarom dit niet nog meteen kan werken. Wat je zeker moet doen als je ook in practicum die opdracht gaat maken. Dat is namelijk het volgende. Kijk, die observer die heeft wel hier die S erin zitten. Maar die S is echt een subject. Deze S is geen snelheid. Snelheid is een speciaal soort subject. Dus als ik hier die S gebruik hier, deze S, op deze directe manier of door middel van een protected functies die een functie die hem teruglevert, als ik dat doe, dan krijg ik hier toch een subject. Hier, want die S is een subject. En een subject, kijk, nee, en welke functie heb ik van die S nodig? Van die S heb ik nodig de functie waarde. Maar S als subject hier heeft helemaal geen functiewaarde. Die waarde die moet zijn van de snelheid. Daar zit hij wel in. Dus eigenlijk werkt het niet wat hier staat. S waarde. Want waarde zit niet in subject. En S is een subject. Als je dit toch wil, hier staat, S wordt S waarde. Dan moet je in C++ hier een dynamic cast voor gebruiken. Dan heb je een dynamic cast nodig om deze S, dat een subject is, om die om te zetten hier naar een pointer of naar snelheid. Dus hier heb je in C++ een dynamic cast nodig. En hier ook. Dat is een extra complicatie die je krijgt als je die associatie van de concrete meters naar snelheid hier naar boven verplaatst in het framework. En als dit het framework is zoals het is, zoals het aangeboden wordt, dan ben je wel verplicht om dat te doen. Omdat hij er gewoon in zit. Nogmaals, in C++ heet dit dan een dynamic cast wat je nodig hebt. In Java-termen heet het downcast, als je Java hebt. Dat is de tweede complicatie die erin zit. Een derde punt wat nog van belang is het volgende. De analoge meters hier, die halen de waarde op door middel van het aanroepen van de waardefunctie van snelheid hier, door middel van die dynamic cast. En dus die meter, die moet die waarde uit snelheid krijgen en die krijgt die hier door de functie waarde aan te roepen, nogmaals, van het snelheidobject hier. Met de dynamic cast, zoals ik net heb uitgelegd. Dat is een manier. Die snelheid, daar zit die waarde in en die heb je hier nodig, dus die haal je uit die snelheid hier. Omdat in dit geval het zo is dat de analoge meter zelf helemaal 100% verantwoordelijk is voor het ophalen van die waarde uit snelheid en er dus sowieso die associatie nodig is, spreken we van een pool model.
Deze observer die hier gemaakt is, is volgens het zogenaamde pool-model. Pool betekent trekken. Die analoge meter die trekt die waarde hier eigenlijk uit snelheid. Een alternatief zou zijn om in Notify om daar een parameter bijvoorbeeld in mee te geven. En die parameter bijvoorbeeld de waarde te laten zijn. Dat als je die Notify hier aanroept, dat je meteen de nieuwe waarde daarin meegeeft. Als parameter in Notify. En vervolgens dan ook die waarde meegeeft als parameter in Update. Want dan komt hij hier als parameter, komt hij binnen in die functie en hoef je niet meer die snelheid te raadplegen om te kijken wat die is. Ja, en dan druk je eigenlijk de waarde vanuit snelheid, druk je die waarde via Notify, via Update, druk je die in die functie Update hier. Dat kan ook. Als je dat doet, dan heb je meer een zogenaamd push-model gemaakt. Dan druk je de waarde vanuit snelheid op aan de observers die hier staan. Dat zijn twee uitersten. Pool-model, zoals hier getekend is, of push-model. In de praktijk moet je daar dus een afweging maken, want met een push-model, ja, dan leg je wel vast dat er parameters nodig zijn. Dus dan maak je toch het subject wat afhankelijker van de observers. En met een pool is deze link nodig en trek je alles uit snelheid. En dan zijn die observers zijn 100% afhankelijk van die subjecten. In de praktijk moet je kijken, moet je afwegen wat handiger is. In de praktijk of je push of pool of misschien een soort tussenvorm daarvan kiest. Hè? Want dat je een gedeelte pusht en een gedeelte pool, dat kan ook. En in dit voorbeeld hebben we dus gezien dat Observer toegepast kan worden als een framework. En zo komt het in de praktijk ook heel vaak voor. Meestal gebruik je Observer als een soort framework en ga je dat niet zelf zitten programmeren in iedere klasse apart. Het is bijna altijd gebruik je een framework voor Observer. En dat zou er zo uit kunnen zien. Mogelijk met andere namen, niet subject maar anders, niet Observer maar ook anders, dat zou kunnen. Maar wel deze constructie. Op deze slide staat de code in C++ van het voorbeeld waarin het Observer als framework werd gebruikt. Op deze slide hier staat dan de code van het framework zelf. En die heeft nog enige toelichting nodig, misschien. Ten eerste zie je hier dus die in Observer, kijk, dit is de klasse Observer. Ja, dat is nu niet een perfecte interface, omdat er dus een attribuut in zit. Maar hij is wel abstract vanwege deze rode, pure abstracte functie in C++ termen dan. Maar deze klasse Observer heeft die S erin zitten. En S is hier een pointer naar subject. Als die pijl terug van rechts naar links, van Observer naar de subject. Dat is deze S hier. En die is private, dat hoort ook zo. Die S die moet je wel kunnen gebruiken in de afgeleide klasses, die S. Daarvoor heb ik hier een protected functie gemaakt, die heet getSubject. En die getSubject die levert een pointer naar een subject terug. En dat is precies die S hier. Dus deze functie die kun je nu in alle afgeleide klasses gebruiken om die S te kunnen gebruiken. Wat ook interessant is, is het volgende hier. De constructor van Observer hier, die krijgt een subject als, of tenminste een subject pointer als parameter. Die wordt meteen in de S gezet, maar hij moet ook in de lijst gezet worden meteen van het subject. Dan moet hij in worden gezet. Nou, dat kan op deze handige manier. Hiermee roep je get subject aan, dus dit levert meteen weer diezelfde S op. Je had net zo goed S hier kunnen gebruiken. En ik gebruik daarvan de functie insert om this observer erin te zetten. Dus bij de constructie nu van een observer wordt hij meteen in de lijst gezet. Dat is handig. Voor een framework is dat handig dat het allemaal in één keer gebeurt. De destructor van de observer, ja, daar moet hij weer uit de lijst worden gehaald. Vandaar dat daarin staat een destructor, get subject, ja, dus die S weer. Remove this uit de lijst, wordt automatisch uit de lijst gehaald van die S. Nou, dit is de bekende of de belangrijke update functie
die natuurlijk hier abstract is, hè, is 0, die is abstract. Die moet je in de afgeleide klasse moet je die implementeren. Maar ja, het is een framework en dat is gedeeltelijk geïmplementeerd, en dat zwarte, en gedeeltelijk niet, dus het rode, dat moet worden ingevoerd, moet worden geïmplementeerd, afgeleide klasse. Goed, de klasse subject. Ten eerste hier private, ik heb hier een lijst genomen, een lijst van observer pointers, dat is de bekende L. De functie notify, die moet in iedere afgeleide klasse worden gebruikt. Vandaar dat ik hem hier protected heb gemaakt. Het heeft geen zin om die public te maken voor afgeleide klasses. Maar moet die wel bereikbaar zijn, maar voor andere klassen dus niet. Dus vandaar heb ik hem protected gemaakt. En inderdaad, het is een voorlusje in C++ standaard, waarin ik voor iedere object wat erin staat, sterretje i, haakje, haakje, de update functie wordt aangeroepen. Nou, dit zijn dan nog de onderhoudsoperaties, insert en remove, die erin moeten staan. En dit is het frameworkje. Vrij simpel frameworkje, maar heel handig. Want nu gaan we het frameworkje gebruiken. Dus kijk, dit frameworkje, dat kun je compileren helemaal. En kun je in een DLL zetten. En dan kun je daarna bij wijze van spreken de code kun je weggooien. Dan kun je de DLL gewoon zo gebruiken. En die gaan we nu gebruiken in een voorbeeld, in hetzelfde voorbeeld, namelijk om die snelheid te definiëren. Nou, snelheid moet dus een subject zijn. Die heeft, ik noem het hier val in plaats van waarde. Ja, dus die heeft de waarde hier als attribuut val heet die. Constructor, leuk. En hier staan dan die twee functies. De functie mate. Die heette in het voorbeeld trouwens stel in. Je heet hier meet. Oké. Okay. Dus stel in, heb ik hier meet genoemd. En hier krijgt hij een bepaalde waarde. Als voorbeeld heb ik maar gewoon deze toekenningsinstructie genomen. Als voorbeeld. Je had het ook kunnen lezen van een of ander geheugenadresje. Of kunnen invoeren met met het keyboard. Ik doe het op deze eenvoudige manier. Ik stop er gewoon dit vast getal in. Hier wordt de waarde veranderd. Dus dan moet ik een notify gebruiken. Dus hier gebruik ik notify. Deze notify die moet ik zelf toevoegen aan de functie, aan de klasse snelheid. Nou, deze roept de waarde, deze retourneert de waarde. Het enige wat je moet doen dus om van snelheid, om daar een subject van te maken, is te overerven dubbele punt public van subject. En op iedere plaats waar deze waarde val verandert, om daar notify te laten volgen. Nou, dat is alleen hier. En klaar ben je. Nu is de subject is klaar, de snelheid. Vervolgens moeten we de meters gaan definiëren. En die definiëren door de observer te overerven. Nou, hier staat de constructor. Die krijgt de snelheidpointer mee en die wordt meegegeven aan de basisklasse hier. En hierin wordt die meteen, die t wordt in de... Wordt die analoge meter zelf in een lijst van tegenzet. En hier de functie update zelf. In de functie update gebruik ik hier cout voor. Daarin gebruik ik natuurlijk de functie getSubject. Deze levert een pointer naar het subject terug. En een subject is zelf nog geen snelheid. Dat is hij nog niet. Daarvoor hebben we, wat we al eerder gezien hebben, daarvoor hebben we een dynamic cast nodig naar snelheidpointer. En dat gaat op deze manier. Dus hiermee maak ik, met deze dynamic cast, maak ik van getSubjectPointer, maak ik een snelheidspointer. En nu pas kan ik gebruik maken van de functie waarde. Die zit niet in subject, maar wel in snelheid. En die kan ik dan vervolgens hier afdrukken. Nou, datzelfde moet ook hier gebeuren. Dus dit is heel karakteristiek voor dit frameworkje, dat je een dynamic cast nodig hebt. Het gebruik van een dynamic cast brengt wel enige onzekerheid met zich mee, want je weet niet zeker natuurlijk dat een getSubject ook een snelheid teruglevert. Misschien levert het wel, door het verkeerd te programmeren, een ander soort object terug van een andere afgeleide klasse van subject. Daarom is het wel goed om... Eigenlijk zou het beter zijn hier om eerst te checken of die dynamic cast inderdaad een snelheidspointer teruglevert.
En zo niet, dat je dan een exception krijgt ofzo. Dat zou nog beter zijn. Ik heb die eenvoudig gehouden. Het is sowieso is het een afweging bij het maken van een frameworkje, hoe flexibel je het maakt door bijvoorbeeld die associatie van meters naar snelheid naar boven te verplaatsen, naar het framework te verplaatsen. Daarmee maak ik het flexibeler en handiger in gebruik. En veiligheid. De veiligheid is hier iets afgenomen omdat we een dynamic cast gebruiken. Die afweging moet je zelf maken. Nou, nu we de observers hebben ook geïmplementeerd met 2 meters. En nu kunnen we in je main functie kunnen we eerst een snelheid aanmaken. En vervolgens de meters aanmaken. En hier wordt de constructor aangeroepen van analoog meter. En je hebt gezien, automatisch wordt hier insert wordt aangeroepen met de constructie van de lijst die in S zit. Daar ook. En als je dan zegt S-mate, dan wordt inderdaad meteen notify aangeroepen en alles in de lijst van S wordt geüpdate. Zo werkt het. Als tweede voorbeeld van het Design Pattern Observer wil ik hier het Model View Controller laten zien. Model View Controller kan gezien worden als een toepassing van het Design Pattern Observer. Waarbij er verschillende soorten observers zijn, namelijk views en controllers, waarbij er een verband is tussen een view en een controller. Waar dienen die voor? Nou, het doel van een view als implementatie van een observer is het weergeven precies van de waarde van een model. Dat is het doel van een view. En dus als die hier een update krijgt, dan wordt er gedisplayed. Dan wordt een waarde weergegeven hier. Ja, kijk, update, display, die staat hier display, get data hier. En die wordt weergegeven. Het doel van deze view is dus, kortom, geef de waarde van het model weer. Het doel van de controller is het accepteren van gebruikersinvoer. Bijvoorbeeld toetsenbord aanslagen of muishandelingen, die worden opgevangen door een event meestal. Ja, dus als er een event optreedt voor het intoetsen van een toets voor je toetsenbord, dan wordt door de controller vastgesteld wat het is en er wordt op gereageerd. De controller die kijkt dus naar toetsen en naar muisevents bijvoorbeeld. Dat onderscheid is er dus tussen views en controllers. Nogmaals, even heel kort, een view geeft de waarde weer van het model. Het model, dat is het ding dus wat je wilt observeren in dit geval. En de controller, die ontvangt gebruikersacties van toetsenbord en muis. En die activeert het model zodanig dat die gaat werken. Even kijken hoe het verder werkt. Nou, het model is dus een klasse die je wilt observeren met observers. Dus een model heeft een lijst weer van, of een set van observers. Een observer heeft weer de functie update. Standaard. Ook hier zitten de 2 onderhoudsoperaties in, insert en remove, om objecten in de lijst te zetten en ook weer om ze te verwijderen uit die lijst. De functie notify heeft hij natuurlijk ook. En ook hier, ook deze loopt door de lijst heen, L, en voor ieder object erin wordt de functie update wordt aangeroepen. Precies hetzelfde als net eigenlijk. Ik heb hier 2 operaties ingezet die voor het model specifiek zijn, bijvoorbeeld getData en service. Met getData wordt bedoeld, gewoon haalt de data op die erin zit. En service, dat is de bedoeling daarvan is dat het is een functie waarin het model van waarde wordt veranderd. Vandaar dat die ergens, puntje, 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 er gebeurt iets, notify. Omdat hier blijkbaar in de waarde wordt veranderd. Dus service is een functie die notify gebruikt. En getData is gewoon een functie die de data teruglevert. Dat is het doel ervan. Komt overeen weer met dat voorbeeld van net. Maar nu hebben we hier dus 2 verschillende soorten implementaties van observer. Namelijk view en controller. Die view, wat doet die? Als die wordt aangeroepen bij een notify. Als die een update krijgt van een notify.
wat doet die vuur dan? Dat hebben we net ook gezien. Dan roept hij gewoon van die M, roept hij aan de functie getData. En die wordt weergegeven op een nette manier. Dat is het enige wat die vuur doet hier. Oké. Okay. Als een controller een update krijgt, ja, meestal heeft de controller daar niet zoveel aan een update. Ja, je kan hier de data opvragen, oké. Okay. Maar dat is niet de eerste manier waarop een controller wordt opgestart, meestal. Controller heeft ook bijvoorbeeld de functie handle event. Bijvoorbeeld het verwerken van een toetsenbordaanslag. Als dat gebeurt, dan kan je dan en de controller die krijgt dus een handle event, dan kan die dus bijvoorbeeld van de model waar die op kijkt, kan die de functie service vervolgens aanroepen en de waarde veranderen van dat model. Dus de controller die is in staat om de waarde te veranderen van het model door middel van de aanroep van de functie service hier. Als dat gebeurt, krijg ik een notify. Notify betekent alle objecten in de lijst doorlopen een update geven. Dus alle objecten erin, alle views, maar ook alle controllers, die krijgen een update. Nou ja, alle views duidelijk, die worden geüpdate, die geven de juiste waarde dan weer. Zelfs net. Alle controllers krijgen ook een update. Ook de controller, die de handle event operatie uitvoerde net. Maar ja goed, meestal heeft die update operatie niet zoveel zin op de controllers. Een controller kan meer doen. Controller, omdat hij de acties van de gebruiker op het toetsenbord verwerkt, kan hij daar besluiten dat misschien die actie die die gebruiker uitvoert, misschien geen invloed heeft op het model waar hij op kijkt. Bijvoorbeeld, de controller die kan misschien vaststellen dat de gebruiker het windowtje wat groter maakt van de view. Als dat gebeurt, dan hoeft die controller niet het model aan te passen, waardoor dat mechanisme gaat werken met Notify. Nee, dan hoeft hij alleen maar het view aan te passen. Ja? Een view en een controller horen bij elkaar. Ja, een view, er zijn verschillende manieren voor om dat te implementeren, maar eentje die vaak gebruikt wordt, is dat een view een controller heeft en dat een controller ook de view kan benaderen. Dus hier zou ook eigenlijk een pijltje moeten staan. Dus als een controller een handle event krijgt en heeft geen invloed op de waarde van het model, dan kan die misschien het view aanpassen door te verplaatsen of de grootte te veranderen. In één keer. Dat gaat buiten het model om. Dat kan die controller doen. Een view en een controller zijn nauw met elkaar verbonden. En die worden vaak als paar ook gezien. En ja, het model, nog even iets globaler gezien. Het model is dus zeg maar de klasse die je wilt observeren, de klasse die je wilt weergeven in je interface. En een view en een controller zijn dan meestal klassen die in een interface zitten en die dienen dus voor het weergeven van de data van het model en voor het accepteren van gebruikersacties. En die zitten alle twee vaak in de interface. Een model view controller is ook typisch een design pattern dat veel gebruikt wordt bij user interfaces, om een flexibele user interface te maken. Model view controller is al een vrij oude constructie. Die bestond al voordat het idee van design patterns werd bedacht. Er zijn tegenwoordig ook alternatieven voor model view controller die erop lijken. Hier nog even een overzicht van de model view controller van het tweede voorbeeld. Model view controller kan worden opgevat als een zogenaamd architectuurpatroon. Een patroon dat dient om een software systeem in grote stukken te verdelen. Niet alleen maar design pattern, maar wat globaler nog. En dat kun je hier aan zien. De models, dat zijn de subjecten, dat zijn de dingen die je wilt observeren. Die zitten in een package of in een subsysteem. En dat kan
het domein zijn. Dat zijn bestaande dingen. Bijvoorbeeld hier zit de temperatuur kan het zijn, dat kan de snelheid zijn, of een sensor kan het zijn, of een actuator kan het zijn, of wat dan ook. Dat zijn werkelijk bestaande dingen meestal, die models, die subjecten. En die wil je vaak weergeven in een interface. Nou, dan heb je hier een interface. En die interface, daar zitten dan view-controller paren in. Een view en een controller horen nog steeds bij elkaar en heb je dan, daar dan meerdere van. Op de volgende manier, schematisch voorgesteld. Hier weer het domein, hier interface, dan kan het er zo uitzien. Hier het model, denk weer bijvoorbeeld dat het een temperatuur is, of snelheid, of een sensor die we het weergeven. En hier is de interface. Het bestaat hier uit twee paren, heb ik schematisch weergegeven. Dit paar hier, controller, die doet iets mogelijk met view. En even kijken hoe het werkt. Nou, het model geeft dus, als die veranderd wordt qua waarde, geeft een update aan alle observers. Dat betekent, iedere controller, iedere view krijgt een update. Alleen maar een update. Als een view een update krijgt, dan haalt hij de data op met getData en die moet hij, netjes weergeven. Als deze view een update krijgt, ook die moet het data ophalen met getData uit model en netjes weergeven. Die view 2 moet dat doen. Een controller wordt vaak opgestart vanuit bijvoorbeeld een handle event. Als die wordt opgestart, die controller, en die actie die gevraagd wordt door de gebruiker is iets met de view te doen, bijvoorbeeld vergroten, verkleinen, verplaatsen, dan gaat het in één keer via deze associatie. Okay, via deze link gaat het dan. Echter, als die controller een waarde moet aanpassen in het model, dan kan dat hier met setData. Natuurlijk kan die controller ook data ophalen. Dat kan ook soms nodig zijn. Maar setData is er ook één van. Dus die controller die kan ook de waarde aanpassen in model. En zodra die dat gedaan heeft met setData, ja, dan start dat mechanisme weer met notify. Ontstaan er weer updates ontstaan er dan natuurlijk. Dus iedere keer als een controller een waarde verandert in het model, dan krijgen we allemaal updates naar alle observers. En hier kun je goed in zien dat controllers en views meestal een paar vormen. Die allemaal in de interface laag zitten. En de models, de subjecten, zitten dan in het domeinlaag. En de domein, het woord domein slaat op het woord probleemdomein. Het stuk van de werkelijkheid waarvoor je software maakt. Denk even analyse. In de analysefase bepaal je dit soort losses. En er zijn andere vormen, andere manieren om die controller en die view om die samen te laten werken. En zijn er ook iets andere vormen voor. Ik heb er maar één vorm gegeven, één die veel gebruikt wordt. Ten slotte nog even samengevat. De verschillende klassen die in Model View Controller voorkomen met hun functies. Een model is een abstractie in het probleemdomein. Bijvoorbeeld temperatuur, snelheid, sensor, motor, robot, wat dan ook. In ieder geval iets wat je wilt weergeven in je interface. Want Model View Controller slaat meestal op een interface, op een user interface. En dit zijn dus dingen, abstracties in het probleemdomein, die je wilt weergeven in je probleemdomein, even in je interface. Maar het zijn wel klasses die voorkomen in je probleemdomein. Dus die abstracties in het probleemdomein, die zitten in vaak een domeinlaag. En dat is niet je interface. Ze moeten worden weergegeven in een interface. Maar zelf zitten ze niet in interface, die dingen, die abstracties. De views en de controllers zitten in de interface, de models niet. Dus acties, als een model wijzigt, dan moet hij een update geven door middel van notify. Nou, dat is het enige wat een model hoeft te doen. En je moet op de juiste plaatsen, moet je die notify toevoegen. View. Die presenteert informatie van één model. Hij kijkt op één model. Meerdere views mogelijk voor één model. Er kunnen natuurlijk meerdere views op één model staan. En allemaal worden ze geüpdate met een notify. Een view bevat een controller. Maar die controller moet ook weten van het bestaan van de view. Want die controller moet die view kunnen beïnvloeden weer.
Acties, nou ja, na een update de presentatie updaten, nog logisch. En op aansturing van de controller, eventueel verplaatsen, vergroten, verkleinen enzovoorts. Dit gaat, de onderste regel gaat om het model heen. Het gaat direct. Dat is een view. Controller, die accepteert invoer voor het manipuleren van model en view. Ja, moet hij het model veranderen, daar kijkt hij op, dan kan dat. Door met setData in het voorbeeld van net. Moet hij het view veranderen, dan gebeurt dat hier op aansturen van controller, verplaatsen, vergroten, verkleinen enzovoorts. Controller behoort tot een view. Dat kan ook anders, maar dit is een manier. Controller behoort tot een view. Acties dus van een controller, wat zijn die? Nou, verandert de toestand van het model, dat kan dus. Of hij stuurt de view aan, zonder de toestand van het model te wijzigen.